Hij greep de nieuwjaarstoespraak aan om zich sterk pleidooi te houden voor meer samenwerking in Twente. De nieuwe, hij zit er nog niet zo heel erg lang, burgemeester van Almelo, de heer Gerritsen, ziet mogelijkheden en kansen voor Twente. Samen de schouders eronder. Ja, ja. Maak dat een tukker maar eens duidelijk, Arjen Gerritsen. We hebben gezegd dat we je en jij gaan zeggen. Ja, dat doen we überhaupt hier aan tafel vanavond. Maak dat een tukker maar eens duidelijk, samenwerking. Ja, samenwerking is wel groot voor het spul, om dan even zo te antwoorden. Ja, samenwerken is altijd nodig en er wordt heel veel samengewerkt in Twente. Ja, ik kan zeggen, dat is niet dat we, dat, we dat niet doen. Nee, op het vlak van veiligheid en onderwijs en zorg, hoe we onze jongeren begeleiden, wat we doen voor gehandicapten. Nou, dan komt daar zo'n nieuwe burgemeester en die zegt nu eens even dat we allemaal moeten gaan samenwerken. Nou, het is niet alleen die ene nieuwe burgemeester, het zijn gelukkig een heleboel mensen uit het bedrijfsleven, uit het onderwijs, uit onderzoeksinstellingen en ook uit de overheidsorganisaties in Twente, die met elkaar zeggen we moeten nieuwe focus met elkaar vinden om een aantrekkelijke regio te zijn waar mensen willen wonen en willen werken, waar ook bedrijven zich willen vestigen. Het klinkt bijna als verkiezingspraat, maar dit is toch geen nieuws? Nee, nou, het is geen nieuws, maar het is wel broodnodig dat we dat met elkaar doen. Nou heeft een heel belangrijk samenwerkingsorgaan dat we in Twente hebben, de Twente Board, dat is een samenwerkingsverband van overheden, werkgevers en onderwijsinstellingen, een formule beschreven eigenlijk van waar zouden we nou meer focus op moeten gaan leggen in de komende periode met elkaar. En dat is het vinden van een eenheid in hoe we ons presenteren. Nou, waar zijn we één in? In sport? We zijn één in sport. Dus Twente en Heracles samenvoegen als voorbeeld van eenheid? Dat is het laatste waar ik vanavond mee thuis mag komen. Dat zeg ik er met nadruk bij. Maar we zijn natuurlijk één in een geschiedenis. We zijn één in een cultuur en in een verschijning in het land. Maar waar we nog niet één in zijn, is hoe we ons positioneren als regio. Bestuurlijk zijn we eigenlijk helemaal niet één. We zien het vanavond weer aan de versnippering met de lokale partijen. Ja. Ik bedoel, Hengelo en Enschede, vloeken in de kerk, hebben van alles geprobeerd. We zijn verder van elkaar afgedreven in plaats van dichterbij. Dus waar moeten we beginnen? Ik denk dat we moeten beginnen met goed te zien dat we met elkaar, ook als we hier wonen en als we hier werken, dat gemeentegrenzen er helemaal niet toe doen. Het zijn stippellijntjes op een kaart en ze worden eigenlijk alleen, heb ik wel eens gezegd, in het stadhuis of in het gemeentehuis. Daar zien we ze. Dames aan tafel, doen gemeentegrenzen er niet toe? Hoe ervaren jullie dat? Voel je dat ook zo van weg met alle grenzen en dan komt het goed? Nou, ik heb niet het gevoel dat wij in kamp op een eiland zeg maar, zitten. We zijn wel trots op onze stad, ja, natuurlijk. Ja, echt trots. Maar samenwerking... Maar dat gebeurt in kampen ook veel, vind ik. Ook de kleine ondernemers zoeken elkaar op in de stad. En ja, vinden ondernemers elkaar genoeg? Ja, dat idee heb ik wel. Ik ken Twente al van een langer verleden, maar ook in de afgelopen maanden. En er is een hecht verband van ondernemers in de regio Twente. Vanuit het MKB, vanuit de grotere werkgevers. En je ziet dat er met name onder ondernemers goed nagedacht wordt van hoe kunnen we nou onze regio positioneren als een goede plek om andere werkgelegenheden naartoe te trekken. Maar als ik ondernemers moet zien samenwerken met overheid, met de andere O van onderwijs. En ik kijk bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, dan kijk ik met een heel jaloers oog naar Brabant. Ja, maar... Ik denk dat je je gaat vergissen, Monique, als je op menig bedrijventerrein in Twente achter de gevels van bedrijven gaat kijken, wat daar aan technische innovatie gebeurt, hoe daar relaties worden gelegd met onderwijsinstellingen, met het ROC van Twente, met de universiteit. Nou, dat kan het dus wel. Maar... En daar gebeurt het wel degelijk. Nou, wat is dan daar de X-factor die we ook gewoon hier meer in bestuurlijk Twente moeten brengen? De X-factor is dat men daar al heel snel ziet dat het nuttig is dat wij onze jongeren hoger gaan opleiden, zodat ze een goede concurrentiepositie op de arbeidsmarkt hebben, dat het nuttig is dat we met elkaar, en daar komen wel de overheden in beeld, dat we goed nadenken van waar is het nou, wat zijn nou de plekken waar mensen graag willen werken, wat zijn nou de plekken waar ook qua mobiliteit en verbindingen bedrijven zich ook graag vestigen. Waar dan moet je heel veel meer asfalteren en dan blijven we nergens met onze tuin van Nederland. Nee, en de tuin van Nederland is zeker belangrijk, want het is niet alleen maar techniek hè, waar we ons op specialiseren in Twente en logistiek en bereikbaarheid. Het is ook dat we inderdaad in de tuin van Nederland een geweldig landschap hebben waarin landbouw een prominente rol heeft, waar recreatie en toerisme een prominente rol heeft. Landbouw zegt, wij worden niet gehoord. Ze worden wel gehoord, maar waar het bij de samenwerking in Twente, en dat hebben we de agenda van Twente genoemd, dat is weer zo'n bestuurdersjargon, maar waar we hebben gezegd, we moeten focus aanbrengen. Wacht even, kennen jullie de agenda van Twente? Vast niet. Wat is er mis met agenda, Arjen Gerritsen, dat wij die niet kennen? Het is bestuurdersjargon. En dat betekent dat je dat de O van de overheid het ook op de straat moet brengen. Want die mensen op straat, en daar werk ik voor, daar werken gemeentebestuurders voor.
Die hebben al lang door dat Twente 1 is. En die wonen in Nijverdal en die werken in Enschede. Maar hoe 1 is dat? Dat zeg je nou wel heel gemakkelijk. Hoe 1 is Twente? Ik kom uit Oud-Marsum, Oud-Marsum. En dat is toch weer 5 kilometer verderop in Reutem is alweer een heel andere cultuur. Ja, je hebt een trots op je eigen dorpje, de kern waar je vandaan komt. Of de stad waar je in bent opgegroeid. Dat heb ik ook. Ik ben geboren in Enter. En dat is toch wel een beetje mijn geboorteplaats. Ja, maar ga even naar Rijzen toe of naar Goor toe. En je komt met een heel andere cultuur in. En dat is tegelijkertijd ook de charme van Twente. Maar dat hindert ons niet. En dat blijkt ook, dat hindert ons niet in het vinden van een gemeenschappelijk profiel. En daar moeten we niet naar op zoek, want dat ligt wel voor het grijpen. Maar dat vergt ook dat we met elkaar, dat we durven keuzes te maken. Dus niet wat scheidt ons, maar wat bindt ons. En het bindt ons dat we een geweldige universiteit in Twente hebben. Wat ons bindt is dat we goede ontsluiting hebben. Die overigens wel hier en daar wat verbreed mag worden. Hè, dan heb ik het over de A1. Dat we de verbinding naar het noorden van de provincie nodig hebben. Niet omdat we die gemeentehuizen zo goed bereikbaar willen laten zijn. Maar dat we die bedrijventerreinen zo goed willen laten zijn. Helemaal eens. Dit klinkt goed. Ik denk, oké. Maar nou nog allemaal bij elkaar. Ja. En nou de neusjes dezelfde kant op. Ja. Hoe gaat Arjen Gerritsen dat aanpakken? Daar ben ik dan benieuwd. Ik ook. Ik dacht dat je dat ging vertellen hier vanavond. Dat is niet iets wat één iemand in zijn eentje gaat doen. De kracht van Twente is juist dat we elkaar weten te vinden. Dat we ook ons best doen om belangen uit te wisselen met elkaar. En het belang van een gemeente Hellendoorn of van een gemeente Losser of van een gemeente Almelo, mijn eigen gemeente. Daar zitten ook gemeenschappelijke noemers in. Maar die moeten we ook niet gewoon elkaar wat meer in de ogen? Ja, klinkt allemaal simpel. Die Brabanders, wat ze voor hebben, hoewel we hebben ook best wel wat Bourgondische leefstijl. Maar daar gaat het allemaal nog wat makkelijker, denk ik. Moet niet gewoon vaak met een borrel, hoe vaak zit je met collega's met een borrel bij elkaar? Ik zou je zeggen regelmatig. Ja, en dat is ook van belang. Want op die manier bereik je meer... Kijk je elkaar meer in de ziel, laat ik het zo zeggen, dan dat je aan de hand van allerlei documenten met elkaar zit. Ja, want het is leuk te weten hoeveel inwoners een gemeente heeft en wat voor problemen. Maar je kan ook zeggen van waar ligt je passie en waar word je nou echt? Ik denk dat jij de oplossing gaat brengen en niet ik. Want jij zegt precies de goede dingen. Ik ben heel duur om in te huren, hoor, maar laat het zitten. Maar er zit veel potentieel in Twente, dus wees gerust. Maar je zegt precies de goede dingen. Ja, maar weet je wat ik wel een beetje bang voor ben? Ja, dat snap ik. Maar daar ben ik toch een beetje bang voor. Dat is al zo vaak gezegd. En we doen er allemaal, we zeggen leuk, we vinden het allemaal leuk en we roepen wat, we doen er een plasje over en alles blijft zoals het was. Ja, en toch, we zijn het verplicht aan ongeveer 20.000, 30.000 mensen in Twente die geen baan hebben, om het wel te doen. We zijn het verplicht aan vele tienduizenden jonge mensen die zich oriënteren op de arbeidsmarkt, die een vak willen leren op het ROC of die studeren aan de UT of die het land ingaan om iets te ontwikkelen en terug willen komen naar Twente. Daar zijn we aan verplicht om samenwerking te zoeken en om een goed vestigingsklimaat te gaan bieden, zodat er niet alleen maar een kwestie is van geld en asfalt, maar vooral ook van het versterken van een concurrentiepositie, niet van een stad, maar van een streek. En hoe krijg je dan voor elkaar dat mensen uiteindelijk toch niet weer voor het eerste belang in een directe omgeving gaan? Door met elkaar te blijven praten over het belang dat wonen en werken in Twente niet altijd op dezelfde plek gebeurt. Door te blijven benadrukken dat we eigenlijk samen één systeem vormen waarin we naar het ziekenhuis, naar de schouwburg, naar de boodschap winkelen, waarin we leven, waarin we familie en vrienden bezoeken. Dat doen we niet in het eigen dorp, dat doen we in Twente. En dat een van de kenmerken van Twente is dat het op de schaal van Twente tamelijk naar binnen gericht is. Uh-huh. En dat is tegelijkertijd ook de kracht. Want dat betekent dat we van elkaar ook moeten kunnen accepteren dat je woont in Rijssen en dat je werkt in Hengelo. Over plichten gesproken, deze burgemeester heeft de plicht dat hij niet eerder weggaat hier uit Twente. Voordat hij Twente, in ieder geval de Twente-agenda, bij iedereen bekend is. Ik draag er graag aan bij. Ik kan het niet alleen. Dat doen we met elkaar. Dat is dan weer zo jammer. Dat nou weer wat terugpakt. Goed. Okay. Succes gewenst. Dankjewel. Schuif nog een keer aan als resultaten geboekt worden.